Het restaurant bevindt zich op een park met vakantiewoningen. Volgens de uitbaatster heeft de buurman haar ouders en klanten bedreigd. Ook parkbewoners klagen over het intimiderende gedrag van de man. Als jij niet doet wat hij wil, dan valt hij je lastig. Haalt hij fratsen uit, streken uit, wat gewoon niet kan. Er zouden zelfs bewoners hun biezen hebben gepakt. Ik weet wel dat er hier bewoners zijn die bang voor hem zijn. Ja, het is een dwingeland is het. Hij wil maar zijn zin doordrijven en zo moet het maar gebeuren. De bewoners zeggen dat de man, die trouwens niet voor de camera wil reageren, in een shovel op eigen houtje de paden naar de woningen aanpast. Dat filmpje gaat over het feit hoe die gisteren onze paden, hoe die bezig is geweest met een shovel de paden te vernielen. De uitbaatster van het restaurant is het getreiter van de buurman zat en stopt met haar zaak. Tot frustratie van de bewoners en gasten. Mandy Wijngaarden wil dat de wijkagent en de gemeente gaan bemiddelen om het restaurant open te houden. Daarvoor begon ze een online petitie die volgens haar al meer dan 300 steunbetuigingen heeft opgeleverd. Het is gewoon zonde dat de Rommelpot zijn deuren moet sluiten, omdat er gewoon één persoon hier vele mensen het leven verzuurt.